Team Retail, welkom bij Stories, een nieuwe reeks verhalen over winkels met een uniek verhaal met fantastische founders die retail as we know it heruitvinden. Onze eigen visie vanaf het begin was altijd om een winkel te creëren die niet zo schreeuwig was als de bekende retailzaken. Vandaag zitten we bij Product Pine in Amsterdam, waar we ontzettend innovatieve producten in een heel mooi kader zetten met een uniek businessmodel erachter. Wij geloven er juist in dat we op een andere manier waarde kunnen toevoegen en op die manier eigenlijk te doen waar retail goed in is. Producten verkopen, zodat merken kunnen doen waar zij goed in zijn en het produceren van producten. Retail as a service, waar nieuwe opkomende merken een kans krijgen om rechtstreeks met de eindconsument in dialoog te komen. Je hebt een dashboard, noemen wij dat, waar je eigenlijk inzicht hebt in alles van jouw merk. Meten we hoeveel engagement een product nou heeft binnen de winkel. Waar het verkoopmodel niet in marge zit, maar in exposure, in unieke merkbeleving. En wij zijn eigenlijk een verlengstuk van het merk. Ik ontmoet de founders, ik interview hen. Ik zou zeggen, geniet ervan en laat ons weten wat je ervan vindt in de comments. Take care. Gentlemen, goedemorgen. 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 Ja, Product Pine, mooi verhaal. Een verhaal over producten, maar een verhaal over producten met een verhaal. Maar achter elke mooie winkel zitten ook weer andere verhalen verstopt. In dit geval dat van drie heren. Misschien fijn om jullie even voor te stellen. Ik ben Camille van Doren. Ik ben een van de founders van Product Pine. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk op dit moment voor de partnerships met het merk met wie we samenwerken. En daar ben ik eigenlijk de hele dag mee bezig. Leuke taak. Ja, ik ben Dimitar. Ik ben eigenlijk voornamelijk verantwoordelijk voor het ontwerpen en het besturen van de development team. Dus ik ontwerp eigenlijk alle software tools die wij als Product Pine hebben. Mijn naam is Vincent, een van de drie founders van Product Pine en voornamelijk verantwoordelijk voor de financiën. En ik probeer Camille te ondersteunen in het salesproces. Dus we hebben de partners, hè, de merken waar jullie mee samenwerken, de softwareoplossingen die jullie leveren en dan, ja, de groei, zullen we maar zeggen, hè, en het verder uitbouwen. In een nutshell, Product Pine. Product Pine is eigenlijk ontstaan toen Camille en ik de Philips Innovation Award organiseerden. De grootste studentenondernemersprijs van Nederland. En daar is eigenlijk het idee ontstaan van een platform voor innovatie. Nou, dat is nu eigenlijk doorgetrokken tot een platform waarmee we merken ondersteunen om meer direct-to-consumer te gaan verkopen. Ik zie hier superveel boeiende producten en interessante dingen die ik onmiddellijk wil vastpakken. Wat voor merken vind ik hierin en hoe vind jij ze? Ik denk dat je hier twee soorten merken vindt. Je vindt enerzijds merken die bekend zijn. Dat zijn de grotere merken, zoals bijvoorbeeld een Ring, een Sonos, een Somfy, een Netatmo. In de smart home zijn dat wat bekendere merken. Die graag hun product op een nieuwere manier willen presenteren. Een betere manier, met meer ervaring. Je hebt ook echt best veel mediaruimte vrijgemaakt voor het Sonos-merk in een woonkamer, slaapkamer setting. Vermoedelijk om het multiroom een stukje te duiden. Sonos hebben iets heel moois mee neergezet tijdens de coronaperiode. Ze gingen hun nieuwe producten lanceren. Nou, onder andere de Arc die erachter staat, de witte Sonos Move en de Sub. En die producten die moesten toch getest worden voor consumenten om uiteindelijk tot een aankoop over te gaan. En ze wilden daar echt een activatie voor neerzetten. Alleen dat was heel moeilijk, omdat in coronatijd kun je niet een evenementenlocatie huren. Hm. En Sonos heeft geen eigen winkels. Ja. En veel retailers zijn niet bereid of mogelijk om dit soort dingen op te zetten. Omdat ze gewoon winkelmeters hebben die ze gewoon gebruiken om spullen te verkopen. Dus inderdaad, wij hebben een soort van media-activatie van hen gedaan hier. Waardoor consumenten dus eigenlijk een uur privé cinema konden boeken. En ze konden hun favoriete serie op het scherm kijken. Ik kreeg een introductie over het complete audio-oplossingen van Sonos. Zo konden wij elke avond ongeveer drie van dat soort sessies doen. 2,5 week lang. Waardoor dus heel veel consumenten hier individueel producten hebben kunnen uittesten. En deden jullie enkel de outreach naar consumenten? Of ging Sonos ook mensen eigenlijk naar hier brengen? Sonos heeft mensen naar hier gebracht ook. Mooi. Ja, dus zij hebben ons geholpen. Echt samengewerkt. Echt een partnership. Ja. Dus wij hebben ook mediakanalen voor hen uitgezocht. Ja. Waar wij samen met hen zijn gaan adverteren om hier klanten naartoe te trekken. Ja, dan trek jij inderdaad je model van we helpen je in de fysieke wereld, maar we helpen je ook echt in die digitale wereld, lead generation. Juist. En succesvol ook qua resultaten. Ja, mooi is dat we zien dat de sales omhoog gaan elke maand. Ja. Dus dat is ook een beetje bewijs voor het feit dat als je product net neerlegt, duurt even voordat de tractie komt. Net. Dus daarom werken we vaak ook op lange termijn samen met partners, want je ziet gewoon dat de performance elke maand omhoog gaat. Oké, Camille, we hadden net over assortiment. Het is een bijzonder divers assortiment. Ik zit hier tussen machines die lucht aan het reinigen zijn, denk ik. Ik zie wat van alles. Kan je maar wat meer over vertellen, over Dux? Dux, met zijn producten proberen ze eigenlijk altijd problemen op te lossen omtrent lucht. Dus dit is een luchtbevochtiger. Dit is eigenlijk een purifier, dus eigenlijk een luchtreiniger. Die eigenlijk voor de grotere ruimtes heel perfect is. Ja, het is een Nederlands merk. Hè, dus wel een mooi lokaal merk ook. Opkomend, groeit snel. Heeft hele mooie branding, vind ik persoonlijk ook. Super 73. Dus we gaan van luchtreinigers naar beste stoere...
Hoe moet ik het noemen? Ja, e-bike kun je het eigenlijk noemen. Een innovatieve e-bike. Elke e-bike is wel een beetje innovatief, maar deze toch wel extra, denk ik. Het is een Amerikaans merk en die heeft eigenlijk een beetje het lowrider gevoel, traditionele lowrider gevoel, teruggebracht naar de e-bike. Consumenten kunnen deze ook komen uittesten en gewoon hier buiten op het Rokin naar buiten rijden om even een rondje te testen. Ik heb een Cowboy, dat is een Belgische start-up. Dat zou ook echt een product zijn die prachtig zou staan, zeker opzoeken. In de zoektocht ernaar, toevallig een collega founder, een collega start-up founder die er ook mee eentje reed. En dan heb ik hem gebeld, maar ik even bij jou kom eens even fietsen, omdat je gaat, ik weet niet welke prijsklasse dat we hier zitten, maar je gaat wel best wel geld uitgeven en dat zeker we er gewoon eens mee gereden hebben. Gaan we dan mee tot in België terug? Ik weet niet precies hoeveel accuduur erin zit. Ja. Dat zou ik niet voor. België zou niet kunnen. Ja. Het kan manueel ook, hè? Ja, je kunt ook doortrappen, ja. Uiteindelijk raken we er wel. En anderzijds vind je ook merken terug die je eigenlijk voornamelijk alleen op Instagram en online tegenkwam. Dat zijn de emerging D2C brands, zo noemen wij die. Dat zijn merken zoals bijvoorbeeld de Extra Wallet, die heb ik toevallig zelf, dus dat is wel leuk. Dat is een trackable wallet. Dat is een start-up uit Amsterdam, die verkopen voornamelijk in Amerika, maar ook steeds wat meer in Europa. Een heel gaaf merk wat eigenlijk nergens in retail ligt, bij ons wel. Aan de ene kant heb je de grote merken die een stukje ook traffic garanderen en die en daar rond allerlei unieke merken die je dan een soort van platform biedt om te leren over die direct-to-consumer relatie, of hoe moet ik dat zien? Ja, het is eigenlijk een combinatie van beide. Dus wij denken dat grote merken, die hebben ook vaak unieke producten. Maar het probleem in retail is vaak dat ze niet uniek gepresenteerd worden, waardoor ze niet zo uniek lijken. Dus dat proberen we enerzijds te verhelpen door de ervaring omtrent het product te verbeteren. Wij zijn eigenlijk een verlengstuk van het merk, zo zien we onszelf ook. Dus we zijn niet een traditionele retailer, maar we proberen echt een verlengstuk te vormen eigenlijk. De voelsprieten van het merk in de retailmarkt, waarbij we dus eigenlijk alle inzichten die we richting consumenten genereren ook teruggeven aan het merk. En zij de controle hebben over de relatie met de eindconsument. Ja, en dan kom je inderdaad op een heel andere vorm van retailen. Want dat is de voornaamste reden waarom veel merken distributie / retail overslaan, is effectief om die consumenteninzichten te krijgen. Je bezorgt die terug, dat betekent dat je ergens inzichten haalt en dan denk ik dat we aan de softwarekant terechtkomen. Wat we eigenlijk doen binnen de winkel is we meten de interacties met een product. Dat doen we door middel van de tablets. Dus binnen de tablets kunnen we eigenlijk alle interacties meten. Dat is enerzijds, en anderzijds meten we hoeveel engagement een product nou heeft binnen de winkel. Als mensen voorbij een product lopen, zien ze het product, stoppen ze om het product uit te proberen of lopen ze direct door. Dus dat zijn de twee type datapunten die we ophalen. En dat wordt eigenlijk allemaal naar één dashboard toegeleid, waarin elk merk individueel kan inloggen en eigenlijk hun interactie kunnen meten met elk product. Dan heb je, laten we zeggen, engagement en kwantitatieve inzichten. Vul je dat ook aan met kwalitatieve inzichten? Ja, dat doen we zeker. Wat je eigenlijk ziet is, als je normaal gesproken door de winkel heen loopt en met allemaal verschillende producten interacteert, dan stapt af en toe product pine personeel op je af om gewoon het gesprek aan te gaan en om te vragen van hey, wat vond je ervan? Zou je het misschien leuk vinden om feedback aan het merk te geven over het product wat je bijvoorbeeld net hebt aangeraakt? En wat we dan doen is, we hebben dus drie verschillende vragen die we ze stellen. De mensen in de winkel kunnen dan zelf hun de antwoord daarop geven. En die data wordt direct doorgepusht eigenlijk naar het dashboard van het desbetreffende merk. Nu, ik zie heel veel producten. Ik kan alles aanraken, ik kan alles testen, ik kan alles proberen. Kan ik ook dingen kopen? Ja, zeer zeker. Ja, zeker. Dat hebben we in het begin wel eens gehoord, dat consumenten niet altijd wisten dat ze ook iets konden kopen in de winkel. Dus we hebben daar op de tablets nu wel iets explicieter, wijden we daar wat woorden aan. Maar je kunt op de tablet zelf ook aanklikken dat je iets koopt. Er staat een buy now button. Maar je kunt natuurlijk ook met het personeel gewoon interacteren. En echt kopen, afrekenen, meenemen, gewoon juist. Echt, okay. Ja, de voorraad zit in de kastjes onderin. Ja. Okay. En daar uiteindelijk kun je daar gewoon het product meteen meenemen. Alright, de tablets. Als ik het goed begrijp, is dit het kloppend hart van de winkel. Dus naast de fijne mensen die hier mooie productdemonstraties geven, zit hier het stukje informatie verzamelen. Je hebt een dashboard, noemen wij dat, waar je eigenlijk inzicht hebt in alles van jouw merk. Dus je kunt daar je content uploaden, je content aanpassen, maar ook campagnes instellen. Je kunt je voorraad zien, je verkopen. De inzichten kwantitatief gezien en de inzichten kwalitatief gezien. Okay. Dus het is echt het hart van de winkel is het dashboard. En de tablet is daar eigenlijk op verbonden, waardoor je dus je content daarheen kunt pushen en de inzichten uit de tablet kunt halen. Ja. En dus op dit moment is de tablet, registreert die ook dat wij hier bij het product staan? Ja, dus die registreert dat wij, als we hiervoor gaan staan, dan zou die aflezen dat ik hier sta. Hij kan mijn leeftijd ongeveer schatten, mijn geslacht. Hij kan ook kijken wat voor emoties ik toon. Dus ben ik verrast, ben ik
vrolijk of ben ik juist heel chagrijnig? Dat kan hij ook zien. Ja, dat genereert dus inzicht in wat voor klanten er staan, maar ook hoe lang ze er staan. En daarmee kunnen we interessante input teruggeven. Ook merk heeft eigenlijk een andere reden om hier te liggen. Dus de merken die echt voor de data hier liggen, die vinden dat interessant. Ja. En die zien dit eigenlijk ook als een soort van testpanel voor hun product. Ja. Als vervanging voor de traditionele focus group, en waar niet altijd het juiste publiek in zat. Ja, klopt, ja. Het is echt een testpanel in het hart van retail. En dat is voor bepaalde merken is dat heel interessant. Ja. Als we het dan over jullie softwareoplossing hebben, stopt die op dat niveau of zijn jullie nog met andere zaken bezig? We zijn eigenlijk steeds meer aan het uitbreiden, dus dat is eigenlijk het basisbegin waar we mee zijn begonnen. Wat we nu steeds meer aan het doorontwikkelen zijn bijvoorbeeld de sales. Inzicht te krijgen in sales, nou, goed, we doen heel veel on-consignment, dus we proberen het zo on-consignment zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken, zo transparant mogelijk te maken naar merken toe. Dus als er een verkoop plaatsvindt, dan kan elk merk exact zien, oké, het is voor deze en deze prijs verkocht, en die persoon verkocht. En dit zijn alle kosten die bij de transactie betrokken zijn geweest. Dus daar heeft elk merk ten alle tijde inzicht in. Mochten ze vragen hebben of iets onduidelijk vinden, dan kunnen ze via het platform ook direct met ons contact opnemen. Daarnaast bieden we ze ook de mogelijkheid om continu de voortgang van een inventory te tracken. Zelf campagnes te runnen, dus als ze bijvoorbeeld willen dat een product van een bepaalde tijd een bepaalde prijs heeft, dan kunnen ze dat zelf allemaal ook aanpassen. Betekent dat dan ook dat jullie in principe een soort van service model en dat het allemaal faciliteert, veel eerder dan een retailer die marge maakt over die producten? Of waar moet ik het plaatsen? Ja, dat is wel een groot onderdeel van het model waar wij veel meer kansen zien in de toekomst. Ja. Het inkopen en verkopen van producten en eigenlijk het margemodel is voor ons niet het model waar we naartoe aan het groeien zijn. Wij geloven er juist in dat we op een andere manier waarde kunnen toevoegen door juist die data en de controle terug te geven aan het merk over hun consumenten. Ja. En op die manier eigenlijk te doen waar retail goed in is, hè, producten verkopen, zodat merken kunnen doen waar zij goed in zijn en het produceren van producten. Oké, mooi. Dat is retail as a service in Amsterdam. Jullie cureren echt die producten met mooie verhalen. Op welke basis selecteren jullie de producten? Dat heeft vooral te maken met enerzijds het innovatieve aspect. Wat wij zelf altijd zeggen is dat merken de status quo moeten challengen om in de winkel te liggen. Maar wat dat betreft is het vrij makkelijk om te zeggen echt als iets een beetje nieuw is, hè, of een bepaald innovatief karakter heeft, of op een nieuwe manier bijvoorbeeld met boven zul je ook zien dat er bijvoorbeeld kleding ligt. En die kleding die heeft een bepaald materiaal wat anders is, meer sustainable dan een ander soort kleding. Dat zijn ook al elementen, een product of een merk bij Product Pine doen passen. Je gaat altijd op zoek naar een product dat echt een uniek verhaal vertelt, waar dat verhaal ook ligt, of dat nu in materialisatie is, of dat nu in ecologie of whatever is. Het moet gewoon een heel sterk verhaal zijn waar een heel specifieke niche publiek voor is. Ja. Het is een warme dag, het is een mooie tijd. Ik zie dat we ook naar waterflessen gaan. Lark, een merk waar ik wel vaker over gehoord heb, is dat een slimme waterfles? De Lark Bottle heeft eigenlijk in de dop van de fles een UV-straal verwerkt zitten, die 99,9% van de bacteriën die in je water of in je waterfles zitten verwijdert. Wat vaak gebeurt is dat als je je flesje een paar dagen laat staan in een broeierige kamer, dat die toch wel een beetje begint te stinken. Dat voorkom je met de Lark Bottle. Hey Camille, ik zie hier echt wel een beetje meer de analoge kant van de winkel. Mooi, pizza ovens, hè? Het is gewoon een heel innovatief merk, wat ook echt een beetje binnen de niche van challenging the status quo hoort. Hè. Ze zijn een beetje, vind ik, de green egg van de pizza ovens. Ja. En dat creëert toch wel een mooie match met de rest van de producten die hier staan. Ja, dit is eigenlijk de eerste stap in de fashion richting. Het is een jong en hip merk van Nederlandse bodem. Die in plaats van plastic in shirts gebruiken ze eucalyptus of hennep. En dat creëert toch eigenlijk wel echt een message, hè, die je wel over de bühne moet kunnen brengen. En dat kan in een traditionele kledingwinkel waar ze zouden hangen toch wat minder dan hier. De fysieke winkelmedewerker, dus jouw team, zeg maar, de mensen die hier dagelijks klanten ontvangen. Op welke basis? Hè? Want challenging the status quo, dus hè, je trekt dat door in je assortimentskeuze, je trekt dat door in wat je zelf doet. Dus ik gok dat je dat ook een beetje doortrekt in het type mensen die je zoekt. Op welke manier zoek je? Ik denk dat de medewerkers die bij ons aan de slag gaan, dat die over het algemeen altijd een interesse hebben in innovaties en dat ook uiten. En om die reden ook bij ons solliciteren. Dus we krijgen best wat proactieve sollicitaties. Nou, ik denk dat je binnen het team van Product Pine vooral ook een bepaalde hospitality-ervaring terugziet. Mm-hmm. Dat is dus een verwarmend gevoel als je binnenkomt. Je wordt verwelkomd, je wordt aangesproken. Mensen geven ook aandacht aan jou. Ze staan er niet alleen maar af te wachten, maar ze benaderen je wanneer je ook behoefte hebt om benaderd te worden. Maar laat je ook met rust wanneer je zelf rustig wil kijken.
En ik denk dat die afweging, dat is iets wat je als persoon moet aanvoelen. En dat kun je niet altijd van nature hebben, maar dat kan als je in de hospitality hoek zoekt, wat vaak bij restaurants en dergelijke, voelen mensen dat wat beter aan, kan dat ook wel vaker terugkomen. Dus om die reden hebben we eigenlijk ook een retail manager die juist een beetje een hospitality achtergrond heeft, met ook retail ervaring. Wat heel erg helpt bij het trainen van de medewerkers in de winkel. Door die combinatie krijg je eigenlijk een nieuwe soort verwelkoming. Dus in plaats van het alleen maar sales gedreven in de winkel staan, bekijk je het ook vanuit het perspectief van experience en storytelling. En het vertellen van een verhaal kan dan eigenlijk net zo belangrijk zijn als het opnoemen van specificaties, afhankelijk van welke persoon er voor je staat. Ja, dat is mooi. Ik zie hier heel veel producten uit wat we vroeger onder één noemer IoT gooiden. Hè. 2016 was ik category manager IoT. In mijn onderzoek, als ik die baan startte, dan ontdekte ik Beta. Daar zag je iets soortgelijk, echt startende jonge bedrijven. Beta die dan de inzichten verkoopt, die ondertussen ook geschaald zijn naar een 80-tal winkels. En ook in nieuwe productcategorieën zich roeren met hunzelfde model. Zijn jullie daar de inspiratie gaan halen of zijn er nog andere inspiratiebronnen geweest? Ik denk dat het begin van ons model wel geïnspireerd is door wat Beta heeft gedaan, maar ik denk dat we vanaf het begin af aan wel op een andere richting aan het denken waren. Omdat wij ook het verlengstuk van het merk willen zijn online. En dat is iets waar zij zich wat minder mee bemoeien. Ja. En ik denk, Beta zit denk ik in dezelfde categorie als bijvoorbeeld Neighborhood Goods en Showfields. Dat zijn twee andere concepten die ook in Amerika vrij opkomend zijn. De department stores van the future. Ja. Waarbij je rolerende assortimenten hebt die experience genereren voor consumenten. Dat zijn wel elementen geweest van inspiratie. Maar ik denk wel dat er ook veel dingen nog beter kunnen aan de concepten die we daar zien. Ja. Zeker ook wanneer je ze toepast in Europa. En nog beter naar het merk luistert op wat voor andere vlakken jij nog kunt helpen. Okay, supercool dat je zegt dat we trekken het ook online door, want zij vertellen hun verhaal ook echt fysieke retail als een service. Fysieke retail doen, dat is moeilijk, dat kost veel geld. Wij kunnen dat goed, wij zijn er goed in, wij maken het goedkoper voor jou. Maar over digitaal heb ik daar inderdaad nooit echt veel van gelezen of gehoord. In principe, kijk, wat we offline doen, is we maken het toegankelijk voor merken om een eigen winkel te openen. Dus het zou eigenlijk moeten zijn alsof de merken hier hun eigen winkel hebben geopend. En dat is in principe ook waar we online heen willen gaan. Dus online moet het zijn alsof je een extra D2C-kanaal voor die merken. Maar het mogelijk maken voor die merken om te kunnen concurreren met de andere retailers in principe. En alles moet zijn alsof het hun eigen online kanaal is. Dus zie ik dan echt een online kanaal wat, even kijken, Dukes, zeg ik dat juist, dat zij echt een soort van window hebben, een aparte window op de Product Pine website, wat hun omgeving is en hun branding is? Je hebt twee vormen. Ja. Aan de ene kant heb je demand fulfillment. Dus als iemand op zoek is naar Dukes, tikt ze in Dukes, en dan, of het nou via de Product Pine stores of via de Dukes website, zijn manieren om met Dukes in contact te komen. Maar de andere manier van retail noemen wij demand generation. Waarmee je eigenlijk via de Product Pine funnel nieuwe merken ontdekt. Yeah. Dus je komt op onze website, je komt in onze funnel en dan ontdek je een heel prachtig merk als Dukes. Yeah. Dus dat is een andere manier om met die merken in contact te komen, iets meer op die ontdekking. Ja, dus ik wou het even hebben over het concept, het stukje verhaal van de winkel. Ik denk dat dat op zich helder is. We hebben echt innovatieve producten die een mooi verhaal vertellen, maar ook de winkel en het gebouw vertelt een verhaal. Ik zie heel veel technologie in het product, maar daar rond eigenlijk best weinig. Het is te zeggen heel subtiel. Onze eigen visie vanaf het begin was altijd om een winkel te creëren die niet zo schreeuwig was als de bekende retailzaken waar je elektronica kan kopen in Nederland. Iedereen weet wel dat als je daar binnenkomt, je zo gebombardeerd wordt met de boodschappen van alle 10.000 merken die daar liggen, dat je eigenlijk nog verwarder de winkel verlaat dan dat je ervoor in kwam. Ja. Dus het is niet echt motiverend om naar de fysieke winkel toe te gaan, want dat is sowieso al een stap. Je kunt net zo goed op je telefoon iets bestellen. Dus we wilden hier lage prikkels creëren. De prikkels weghalen en natuurlijke elementen opnemen. Dat hebben we samen met Chai een concept ontwikkeld. Chai is een Nederlandse interieurbouwer. Die hebben ons geholpen met een aantal eisen die wij aan het concept hadden gelegd. En daar is dit uit komen rollen met veel heen en weer sparren en conclusies trekken over wat wel en niet werkt. De schilderijen, dat zijn de innovators uit de Nederlandse geschiedenis. En daar hebben we een beetje een tintje van Product Pine overheen gegooid, letterlijk en figuurlijk. Ik moet wel zeggen dat we aan het nadenken zijn of we die op den duur gaan veranderen in tv's. Waardoor je dus eigenlijk met de tv's ook wat meer content kunt belichten van de producten die eronder liggen. Camille, ik wil je alvast bedanken voor je tijd in deze prachtige winkel. Ik denk Amsterdam is het begin, niet het einde. Zeker niet. Dit concept waarin je inderdaad gevestigde, maar ook upcoming brands een podium geeft, goede
waardevolle klantinteracties, verlengstuk van het merk, zoals je het zelf zegt. Dat is waar een deel van de toekomst van retail echt naartoe gaat. Ik denk dat je vrij uniek bezig bent wat dat betreft. Dus het vraagt een beetje moed en durf. Vermoedelijk ook wat kapitaal, hè? Dat is niet evident. Die ambities voor de toekomst, naar waar reiken die? Verder dan Amsterdam, Berlijn? Ja, zeker. Ja, we willen het liefst... Brussel. Ja, we willen het liefst zo snel mogelijk naar internationale steden. En daarna het concept uitbreiden in eigen land. We willen wel altijd ook het online gedeelte van ons concept volgen. Dus waar de klant zit online, daar verdient het ook om een winkel neer te zetten. Ja. En op die manier ons pad eigenlijk verder uitbreiden via Europa misschien. Eigenlijk online gaan doormeten waar zitten grote groepen van interesse en daar dan weer de winkel of een fysieke vesting gaan open doen. Ja, we hebben het eerst andersom gedaan. Winkel neerzetten en dan de online. En nu gaan we het vanaf nu weer... Zijn waar de klant is. Dat is per definitie de toekomst van retail. Thanks voor de fijne ontvangst. Ja, ik zou zeggen, we drukken de hand erop, maar corona gewijs gaan we zo laten. Rijden we terug naar...